Hallo allemaal, daar zijn we weer. Nou, ik ben bezig met onderhoud in de tuin. En we moeten ook de bamboe snoeien omdat die te groot wordt. Dit is, als het goed is, een Vergesia soort. En het mooie aan een Vergesia, zoals je hem hier ziet, is hij een beetje volgroeid. Echt veel hoger wordt hij niet. Je ziet wel dat hij wat uitschieters gaat maken. Die kun je er gewoon uitknippen, een snoeischaartje. Maar het mooie en het vergezen is dat je hem ook met de heggenschaar kan snoeien. Net zoals dat je het met een heg doet. Nog een manier. Ik weet niet of jij een snoeischaar hebt van les. Altijd. Hovenier heb altijd een snoeischaar op zak. Ja, ik ben hem altijd kwijt. Ja, ben je geen hovenier. Nou, als je met de heggenschaar pakt, dan kan het wel eens voorkomen dat als je hem hier snoeit, dat het hele takje indroogt, dan krijg je wat bruinige plekken. Wat je dus kan doen is onderaan de strengel opzoeken. Dus even voor deze die hangt naar voren. Zoek je op. En dan knip je hem helemaal onderaan weg. Dat is niet goed verschil, hè? Nee. Jo. Okay. Tja, waar waren we gebleven? Nog steeds in Amsterdam. Oh. Ja, je kunt dus de strengel dus opzoeken. Ja. En dan kan je hem afknippen. Of gewoon eraf trekken. Trek ik gewoon eraf. Nou, hier zie je het misschien wel een beetje, lesje. Kijk, hij is hier ooit afgeknipt. Ja. En dan droogt dit dus helemaal in. Ja. Nou, dan kun je ook gaan kiezen van dit stukje even eraf en dan blijft dit wel groen. Ja, maar dat gaat doorhangen. Ja, maar in principe als je hem zo doet, dan krijg je wel wat meer lucht in je heg. En hij maakt onderuit gewoon weer een scheut. En helemaal bij de bamboes doe je wel woekeren. Als je hem dan echt zo afknipt, dan ga je echt een strengel zo goed als dood maken. Dan krijg je dus echt een dode strengels erin. Kan ik nog meer vertellen over bamboe snoeien? Koop geen bamboe. Nee. Koop alleen de Vergesia. Ja, ga nou geen woekerende bamboe geen nemen. Woekerende bamboe. Ook niet in een bakkie. Nou, dat of in een kuipje. Kunnen, maar ja. Dan moet je hem echt in een goede kuip zetten. Nou, wat ik wel zelf ook belangrijk vind bij de bamboe, dat je hem niet zo kaars recht gaat snoeien. Hij mag wel een beetje wild zijn. Hij moet wel een beetje wild. Dan ziet het natuurlijk niet uit. Niet wild, maar grillig mag die zijn. Lekker grillig. Ik heb wel zin om lekker te grillen. Les. Ja. Wij zijn heel slecht in uitleggen eigenlijk, hè? Waarom? Jij bent slecht in uitleggen. En als ze mensen vragen hebben, wat kunnen ze dan doen? Wikipedia. Kan mailen, bellen, appen, sms'en. Nou, als je een vraag, gewoon een normale vraag hebt, mag het onder de video. Ja, dat mag als je wil dat wij iets kunnen betekenen, dan mag je mailen. Ja. Nou, wat ook wel een goede tip is. Mocht je een bamboe, een Vergesia gaan planten, zet hem nooit in de volle zon. Dan wordt hij gewoon lelijk. Dan krijg je deze blaadjes die gaan helemaal zo staan. En dan worden ze uiteindelijk geel. Dus een beetje half schaduw. Ja, net zoals dit eigenlijk. Lekker. Dat ze helemaal oprollen. Ja, rollen ze helemaal op. En dan worden ze bruin. Hier ligt een druppelslang in. Dus hij krijgt een beetje goed... goede vochtige grond. Nooit in de volle zon. Dan wordt die niet mooi. Top. Gaan we opruimen. Tot ziens allemaal. Hallo allemaal. Ja.